Hey, dag iedereen. Frederik naast de enige echte mol van dit seizoen, Pieter. Hele watjes. Eindelijk mag je het aan iedereen vertellen. Ja, eindelijk mag het zijn. Het is echt zo een beetje, het is een gewicht dat van mijn schouders valt. Het is een geheimpje dat ik heel Mexico meegesleept heb en dat ik tot vandaag eigenlijk bewaard heb. Nee, ik ben niet de mol. Beschrijf je avontuur in de mollis met een passage uit de Bijbel. Goh, ik denk dat je het best kunt vergelijken met Jezus in periode in de woestijn. Hè. Die is 40 dagen in de woestijn getrokken met het idee van wat moet ik allemaal gaan doen. Ik heb een loodzware opdracht gekregen en ik weet niet of dat zal lukken. En we gaan zien of dat het goed loopt. Hey, daarmee moet ik het een beetje gaan vergelijken. Ik bedoel, ik ben gigantisch goed voorbereid. Ik heb een heerlijke missie meegekregen. En toen was het erin springen. Hey. Kist open en eraan beginnen. En hopen dat alles wat we voorbereiden en alles wat we in ons hoofd hadden, dat ook ging lukken. En achteraf gezien mag ik denken met een beetje trots zeggen dat het ook gelukt is. Van waar komt dat willen mol zijn? Ja, van waar komt dat? Gewoon vanuit het... Ik heb als kind alle reportages meegemaakt, als kind, als jong gast eigenlijk, de mol van seizoen 1 meegemaakt en dan zie je dat en dan had je daar heel in mee en dan denk je stiekem van, eigenlijk zou ik dat ook willen doen. Maar je weet dat die kans nul is totdat je inschrijft en dat je erbij zit en dat je plots de vraag krijgt om de rollen op te nemen en ja, dan is het zo'n jeugddroom die waar wordt en dan groei je daarin en dan kun je ook niet anders dan gewoon trots zijn op het feit dat het zeet, dat het lukt en dat het lukt tot op het einde. In de Bijbel is er ook zo iemand die Judas heet. Mag ik je met hem vergelijken? Nee, absoluut. Nee, eigenlijk moet je mij niet met Judas vergelijken, omdat Judas doet het vanuit een... Judas is een loserfiguur in het verhaal. Hè. Judas doet het omdat hij eigenlijk niet beter weet, omdat hij jaloers is, omdat hij eigen profijt wil gaan halen. En omdat hij dan maar voor bitter weinig geld zijn ziel verkoopt. Nu, ik heb mijn ziel niet verkocht voor bitter weinig geld, dat is voor meer dan 75.000 euro, dus dat is al zo wat. De groep en ik zijn erin geslaagd om meer dan 75.000 euro te verkwisten. En dat geld komt nu op jouw bankrekening? Nee. Het is alleen maar het prijzengeld dat naar de winnaar gaat natuurlijk. Hè. Maar de Judas-figuur is niet wat dat de mol is. Hè. Ik bedoel, als mol heb je de nobele taak om het te saboteren, om het naar de WIP te helpen, om het te zeggen op zijn West-Vlaams. En dat is net iets nobeler dan Judas te spelen. Hè. Maar we hebben een tweetal afleveringen gehad waar er zo goed als niets van geld in de pot terechtgekomen is. En weet je, als mol, als je dan s'avonds in je bed kruipt, dan is dat zo eentje met een yes. Hey, dat klein gevoeletje. Uiteraard helemaal diep van binnen, want niemand mag het zien. Maar het doet deugd als mol als je merkt dat de groep er niet in slaagt om geld binnen te brengen. Soms door de groep zelf en dan is dat dankbaar. En vaak ook gewoon door mijn grootste mollenstreken. En dan zijn er nog een tikkeltje trotser. Hè. Je begint aan zo'n programma. Aan wie moet je eigenlijk vragen om mee te mogen doen? Mijn hoofdopdracht is lesgeven. Dus ik geef fulltime les in een college in Brugge, in het Sint Lodewijks College, gratis reclame. Voilà, alle dag in. Ja, ik heb dat moeten vragen aan mijn directeur of dat ik verlof zonder wedden mocht nemen. En je gaat ook wel degelijk nog altijd de mis opvoeren? Of dat doe ik ook wel nog altijd, maar uiteindelijk is dat maar dat is een nevenactiviteit. En daar keken ze wel voor vervanging voor mij, dus dat maakt er weinig uit. Tot slot, het gevloek. Heb je enig idee hoeveel keer je what the fuck of what the hell hebt gezegd? Nu gaan we even kijken naar een compilatie. What the fuck? Oh fucking hell. Oh fucking hell. Doe me. Oh, wat een kakding is dat. What the hell is dat? What the hell is dat? Gracias. Godverdomme. Fucking hell. Fucking hell. Fucking hell. What the hell? What the fuck? What the hell? Ah, what the fuck? Ah, ah. What the hell? Jongen, what the hell is... Wat de hel. Dat is met een grote sorry aan kijkend Vlaanderen, aan al mijn leerlingen en al mijn vrienden en familieleden voor het vele gevloek. Maar ik blijf erbij, ik dacht dat ik een hele stoere kerel was die heel veel aankon. Maar het moment dat je op 150 meter boven een ravijn hangt, dan vergeet je dat stoere gehalte even. En ja, dan vloek je van het vaderland weg. Pieter, dankjewel voor het interview. Dat is heel graag gedaan. Amen. Amen. Dankjewel.